dit ga ik vandaag onder handen nemen. Mijn knoflook en mijn uienbed. En dan laat ik nu dadelijk zien hoe het is geworden. Tomaatjes doen het mooi. Hier is het zo. Ziet er goed uit. Begin van de pompoen. Fles pompoen, denk ik. Pochettes doen het overdreven niet. Plat niet zo mooi. Van de pochette. Ik ga beginnen. Even alle troepen weg te gooien. Ik ben ook met aardappelen ben ik bezig. En dat moet ik allemaal weggooien. En hier ga ik het vandaag of morgen ook een begin aan maken. Nieuw zaaien. Ja. En de uienbedden daar achterin. Daar ga ik mee beginnen nadat ik dit heb weggegooid. Wat bietjes gekregen van mijn vader. En ik ben klaar met de uien. Maar ik heb net ook prei gekregen van mijn vader. Dus ik net volgens mijn vader had voor gedaan hoe ik het moest doen. Dus ik heb erin gezet. En daar wordt een boerenkool van mijn vader gekregen. En ik moet nog mijn oker gaan uitvetten. Noem je dat voor spenen of wat dan ook? In ieder geval niet uit elkaar. Het ziet er mooi uit. En de sla moet ook kijk, de peperplantje slaat goed aan. Die heb ik ook in mijn kruidentuin. Maar uienbed. Ik heb ze verkeerd gedaan. Ja, dit is mijn eerste jaar. Maar volgend jaar moet ik het meer ruimte tussen laten, zodat ik het beter kan schoffelen. Ja, het ziet er netjes uit. En mijn knoflook. Dus. Ja, ook nog een rij uien. En de bloemen. Op de voorkant even gedaan. Ja, netjes. Ziet er altijd zo leuk uit, hè? Dan zo mooi geschoffeld en gehard is. Maar hier moet ik nog wat erin gaan gooien. Ja, dus moet ik even opruimen. Nog wat laten zien. Nee, dat was het. Ik ga de oker even verspelen. Ik hoop dat ik het goed doe en dat ik het niet. De grond is ook zo keihard, hè. Misschien moet ik het met een schep doen. Ik ga het even een schep pakken. Tadaa. Nee, ik hoop dat ik het goed doe. Het is allemaal een beetje nieuwig, hè? Thuis is het heel anders als je een balkonmoestuin hebt. Heb ik hier een. En dan hier. Oh, sorry. Het beeld. Oké, dan zo ga ik ze. Voor in mijn tuin heb ik ook nog wat okerplantjes neergezet. En ik heb geen idee hoe groot ze worden. Op YouTube zag ik dat ze aardig groot kunnen worden. Dus
Maar we zien dan. Ik ben mijn sla aan het verspenen. En als iemand tegen mij zei, je moet je sla verspenen, had ik geen idee wat ze precies bedoelde. Laat even zien. Of je doet je zaad er zo, zeg maar, in een gleufje. Maar dan, kijk, heb je zeg maar apart, heb je zo een kropje sla eigenlijk, maar dan miniatuur. En die zet je dan weer uit elkaar. Ik heb nog wat wortelen gekregen van mijn vader. Zit dit er niet als een plaatje aan? Weet je het vast? Nou, ik heb de sla overal leuk tussen gezet. En dat staat dan dadelijk heel lief. De pampoel moet nog eigenlijk afdekken, maar ik heb geen tijd meer. Maar ja, aardig wat gedaan vandaag. En tevreden. En ik heb ook nog mijn courgetten meenemen, die worden een beetje groot. Hier heb ik ook nog wat sla neergezet. Dat is wel leuk, overal tussendoor. Ja. Yep.